Goeiedag. Goedemiddag. Fietsje mee? Ja, keurig. We gaan er lekker op uit, hè? Hoi. Ruud Hoefnagels. Sonja, hoi. Fietsschilder. En je gaat een eindje mee fietsen. Met deze club. Gaan we ver of valt het een beetje mee? De hele tocht is wel 40 kilometer. 46 kilometer, maar dan vanaf Apeldoorn. Dus oké. Nou, zullen we dan maar? Dus zeg zonnetje maar waar naartoe. Schijnt. Jij bent de weg. Je bent er en het zonnetje schijnt, dus oké. Oh ja, daar. Ja. En als je het niet kan bijbenen, dat je denkt, nou, ik heb mijn knieën. Ja, ze weten toch dat ze wel 40 kilometer moet kunnen fietsen. Ja. Het Fietsschilder organiseert iedere week een fietstocht in de omgeving van Apeldoorn. Iedereen is welkom om mee te fietsen. Er rijden altijd twee gidsen mee die vertellen over de omgeving. Ik vind het een heel dankbaar iets. Het is heel... Je bent er lekker op uit, met elkaar natuurlijk. En je leert elkaar kennen, hè? Dat is gezellig. En het is heel sociaal ook, hè? Ja. Je hebt echt... er zijn veel mensen die gescheiden zijn, die weduwe zijn. Die willen niet alleen het bos in, want dat durven ze dan niet. Want dat, maar dit zijn de routes, zetten jullie uit door allerlei landschappen? Ja. Elke week hebben we een andere route. Het zijn net eventjes die andere dingetjes die je normaal niet tegenkomt met de routes? Nee, dat staat midden in het bos. Eens kijken daar die boom, hoe dat... Nou, dat is mooi. En dan stop je op bepaalde punten en dan ga je dingen vertellen aan de groep. Dan vertellen we daarover, Nou, dat is een lekker sportief clubje, hè? Ja. Een aardig tempootje zit erin. We fietsen altijd zo'n beetje 15 kilometer per uur. Dus geen sportwedstrijd van we moeten zo laat thuis zijn. Nee. Recreatief. En het fietsschilder, wie kan zich daar dan voor aanmelden? Wanneer doe je daar aan mee? Dus iedereen die maar wil. Je hoeft je niet aan te melden. Je komt 's morgens op het vertrekpunt en dan fiets je mee. Het is van origine, komt hij uit ongeveer voor het eerst gebouwd hier, 1600. Het was een Noord-Hollandse poldermolen, zo werd hij genoemd, een maalmolen. Als je iets over molens leest, dat is bijna bij alle molens die je tegenkomt, dan lees je voornamelijk het afbranden ervan. Dat is heel opvallend, gewoon molens branden af. Elke keer weer opnieuw, maar ze worden ook altijd weer opgebouwd. Je wordt meteen opgenomen, er is geen bepaalde doelgroep. Iedereen is welkom, vanaf 20 jaar tot 90. Ja. We hebben zelfs mensen van boven de 80 die wekelijks mee fietsen. En waarom ben je dat zelf eigenlijk gaan doen? Ik ben gepensioneerd, 9 jaar geleden. Altijd klein zelfstandig alleen geweest. Hè. En eerst ging ik alleen fietsen. Maar op een gegeven moment kwam ik de fietsschilder tegen. Ik dacht, nou, ga eens een keertje mee. Ja. Nou, toen ontdekte ik dat ik op plekken kwam waar ik nog nooit geweest was. Rondom Apeldoorn. Ik dacht dat ik de Veluwe kende, maar dat vond ik zo leuk. En zo enthousiast geweest. En ja, op een gegeven moment dan beet haasje, want dan zeiden ze, joh, wil je geen gids worden? Nee, we hebben toch het gedaan. Ja. En naar dat soort mensen zijn we veilig op zoek. Wat wordt nou het volgende punt dan? De Matanse. Zeg maar niks. Om elkaar weer tegen. Wel denken, hè? Waar is nou de rest van de groep? Maar het ging echt zo hard een keer. Enorme stortbuien, hagelstenen. Ja. Dus ze zitten lekker aan de koffie. En wij gaan even hier bij het volgende punt kijken. Hè? Ja. Wat is dit voor moois? We staan hier bij het landgoed de Matanse. Kijk, dat is de poort. En dat is een landgoed dat is door Piet Hein, de Zilvervloot in Cuba. Daar heb je de baai de Matanse. Ja. En de officieren die geld hebben gekregen van Piet Hein van de Zilvervloot, er zijn 3 mensen uit Deventer waren dat. En daar heeft eentje hier het landgoed opgericht en vandaar de naam de Matanse. Oké, een mooi markant punt om te stoppen. Het is nu een bed and breakfast gebeuren. Jullie zijn niet alleen mooie weerfietsers, hè? Hagel, sneeuw, regen. Altijd fietsen we. Ja hoor. Het hele jaar door dan? Het hele jaar door, vanaf begin mei. Tot eind oktober en dan in december hebben we nog de Sylvestertocht. Oké, en dat draait allemaal op basis van vrijwilligers zoals jij? Ja. En wij zijn erg afhankelijk van buienradar.
Als die zegt het gaat regenen, dan weten we dat we misschien maar 20 mensen krijgen. Okay. Maar als het mooi weer is, dan hebben we zelfs als mensen over de 100 hebben we een paar keer gehad. En dan is het een probleem dat we fietsen dus in groepen van maximaal 20 mensen. Ja. Gids voor en gids achter en daartussenin zit een groep. En dan is ook het contact met de gidsen goed te houden. En dan heb je dus veel gidsen nodig. Dan. En dan hebben we meer extra gidsen nodig. En dan hopen we altijd dat er altijd reserve gidsen ook zijn opkomen dagen. Ja. Die dan ingezet kunnen worden om een extra groep te maken. Nou, houdt u nou van fietsen en vindt u het ook leuk om wat over de omgeving waar u misschien zelf heel erg van houdt wat te vertellen? Kijk dan even op onze site geldlandhelpt.nl en daar zie je precies hoe je voor het fietsschilder kunt inzetten. Meefietsen kan natuurlijk ook. Morgen al start de tocht om 10 uur vanaf parkeerplaats Dubbelbeek in Apeldoorn. Lekker windje, hè? De tocht is 35 kilometer en gaat onder meer langs het Ereveld in Loenen.